Salam alaikum, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Atlas Lions Podcast. Vandaag ga ik jullie even meenemen in een nieuwe rubriek, Gazeta de la Muntakhab. Dat is een nieuwsrubriek, omdat het doorheen het toernooi zal er heel wat informatie over het Marokkaanse elftal naar buiten komen. En wij willen die in een compacte, korte video met jullie delen, zodat jullie allemaal continu op de hoogte zijn. Om te beginnen, misschien bij het leukste nieuws. Marokko heeft afgelopen week een oefeninterland gespeeld tegen Sierra Leone. Ik weet, normaal gezien was het voorzien dat Marokko tegen Gambia zou spelen in eigen land, maar de coach van Gambia heeft last minute de stekker eruit getrokken, dus moest Marokko op zoek naar een alternatief. En die hebben ze gevonden in Sierra Leone. Daar hebben ze in Ivoorkust achter gesloten deuren tegen Sierra Leone gewonnen. En met 3-1 gewonnen eigenlijk. De opstelling, zoals je kan zien in het scherm, was ergens verrassend en ook niet verrassend. Speelde met Bounou, Hakimi op rechts, Shadiriet en Eggert centraal en links Atiatullah. Op middenveld hadden we Amrabat, Unahi en Amrleh. En daarvoor hadden we Ziyech en Seri en Boufal. Dus een heel herkenbaar elftal dat we ook al op de afgelopen wereldbeker hebben kunnen zien. Als we gaan kijken naar de selectie zelf, waar was bijna iedereen erbij, behalve Roman Saïss en Mazraoui, die geblesseerd waren. Emin Adli, zoals jullie weten, recentelijk zijn moeder verloren, was er wel bij. Het was 3-1. Twee doelpunten van Youssef En-Nesyri, één doelpunt van Boufal. We hebben geen informatie over wissels. We hebben wel licht wat informatie gekregen hier en daar. En naar verluid werd Ziyech al heel vroeg in de wedstrijd, blijkbaar na enkele minuten al, gewisseld door Harit, omdat ze geen risico's wouden nemen met Ziyech. Maar wederom, dat is nergens bevestigd, dus dat is pure speculatie. Wat er wel was, er werd geen informatie gelekt over de wissels, maar wel zijn er heel wat foto's gelekt van de wedstrijd. Dus daaruit konden we concluderen dat spelers als een Harit, Richardson, El Azouzi en El Ghannous allemaal zijn ingevallen. Ja, naar aanleiding van de wedstrijd van morgen tegen Tanzania heb ik kort even gebeld met Mickey Junior. So this is Mickey Junior, leading African football journalist. I specialize in African football transfers. I travel around the continent to cover games, the CAF Champions League, the Confederation Cup, AFCON, the CHAN. Basically, I'm also a CAF media expert, and so this is what I do, content creator, football writer. Ik heb het ook met hem even over gehad, over de verwachtingen van het elftal van Tanzania en ook wel de verwachtingen naar de wedstrijd tussen Tanzania en Marokko. It's football and anything can happen. Tanzania comes in Cairo in his match with the Faroes. Of course, they lost. But coach says that there are things that he has picked from that game. There are some positives that he has picked from that game. And we hope that on Wednesday, that can be transformed on the field. What kind of 11 are you expecting against Morocco on Wednesday? I think that there will be changes, of course. Pre-AFCON friendlies or friendly matches, coaches try things. They try formations, they try players, they give chance to almost everybody. Through that, they can play 4, 5, 6 formations. In that game. And I think that yes, we expect changes in that lineup. Als players to watch heeft hij elk drie namen opgesomd. Dat was enerzijds Ali Samatta, die we allemaal wel kennen vanwege zijn verleden in de Belgische competitie. En dat was Dennis Kibu, blijkbaar een heel vinnige en technisch sterke buitenspeler van Simba. En doelman Manula, waarvan hij zegt dat hij een autoritaire leider is, die ook heel sterk is op set pieces. Of course, Samantha, the key player that, of course, all eyes are on him to lead the attack. And we can talk of Simba's Dennis Kibu, Rastafarian guy, very, very tricky on the wings. You know, he scored a couple of good games in the Champions League, in the derby in Tanzania as well. And he's been playing regularly. He has the energy, he has the strength, he has the physique. Though Morocco are favorite, they have to also be careful of because anything can happen, like I said, in football. Once you take your chances, you get to kill the game off. Tanzania are expected also probably
to start the number one goalkeeper, Aish Manula. Als we gaan kijken naar zijn verwachte opstelling, dan zien we dat Ali Samatta er terug in staat. En dat Kibu, de speler to watch, eerder een speler is die de coach van Tanzania zal gebruiken als jokerspeler. Over de coach van Tanzania gesproken, Adil Amrouche, die heeft een opmerkelijk interview gegeven in de Algerijnse pers, waar hij insinueerde dat het Marokkaanse elftal zijn sterke invloeden binnen het organisatorisch comité van de Afrikaanse Voetbalbond gebruikt in hun voordeel. Hij zei, Marokko bepaalt alles in Afrika. Ze kiezen zelfs hun scheidsrechters. Wij blijven figuranten in het hele gebeuren, aangezien zij alles bepalen. De vorige wedstrijd wouden wij overdag spelen, Marokko wou 's avonds spelen. Ja, dat is een opvallende tactiek. Het lijkt alsof hij Mourinho een beetje wou nadoen, die een tijdje terug in de media zei van let maar op, die speler van mij gaat in de eerste minuten een gele kaart krijgen. Maar hij beseft niet dat dergelijke zaken in de CAF niet gebeuren. Dus dat je die spelletjes niet moet proberen spelen. Dat is het eerste vuurtje. Een ander vuurtje werd eerder langs onze kant aangestoken en dat was door Unai. Unai vertelde in een interview, op zich zei niks spectaculair, maar zijn interview dat, en ik citeer, Egypte dat 7 keer de Afrika Cup heeft gewonnen, speelt misschien geen groots voetbal, maar het is een team dat weet hoe het moet managen. Je kunt domineren, maar zij kunnen met een standaard situatie de 1-0 maken en daarna valt de ene speler na de andere. Mustafa Mohamed, de spits van Egypte, werd geconfronteerd met die woorden tijdens een persconferentie, waarna hij zei, ik heb geen uitspraken van een Marokkaanse speler gehoord of gezien. Als hij dat echt heeft gezegd, spreken onze geschiedenis en onze cijfers voor zich. We hebben de titel 7 keer gewonnen en als God het wilt, zullen we dat voor de 8e keer doen. Als hij denkt dat deze aanpak leidt tot overwinning, nodig ik hem uit om, zoals wij, te spelen en titels te winnen. Dus je merkt dat het vuurtje al aangestoken is en ik denk niet dat ons coach Greggy daar blij mee is, want je merkt in alle interviews die hij doet dat hij zijn woorden zorgvuldig wikt en weegt, omdat hij ook beseft dat dit niet ons spel is. Het geïrriteerde steken, uitdelen en dergelijke, dat ligt niet in onze aard. En voor bepaalde landen of ploegen is dat eerder wel een home game. Dus benieuwd wat voor effect dat of wat voor impact dat zal hebben op het verdere verloop tijdens het toernooi. Ja, verder zijn er ook nog enkele mensen in de Marokkaanse voetbalwereld die in de prijs zijn gevallen. Bondscoach Issam Charai, die voor het eerst Afrika Cup onder 23 heeft gewonnen voor Marokko en binnenkort de Olympische Spelen speelt. Issam Geek, die met Marokkaanse zaalvoetbal hoge toppen aan het scheren is. En Shibi, die recentelijk ook de wereldbeker heeft gespeeld en tot de kwartfinale is geraakt met Marokko U17, zijn alle drie in de prijzen gevallen bij Riyadia. En Bushra Karboubi won de award voor beste Arabische scheidsrechter. Bushra zal dit jaar ook weer actief zijn op de Afrika Cup als ik me niet vergis, de enige vrouwelijke scheidsrechter. Er zijn wel assistentscheidsrechters, er zijn wel VAR-scheidsrechters, maar zij is volgens mij de enige vrouwelijke scheidsrechter op deze Afrika Cup. De mannelijke Marokkaanse ploeg won ook nog eens een prijs voor het beste Arabische team. En tot slot is Puma me echt bloed aan het maken. Want ze hebben weer een nieuwe collectie gelanceerd. Weer. Ik weet niet goed wat dat hier de bedoeling is. Het lijkt zelfs een beetje Palestina getint. Maar ik heb weer alles besteld. Dus ze moeten eigenlijk nu even stoppen met nieuwe zaken uit te brengen. Ja, voor de rest wil ik iedereen bedanken voor de leuke comments en voor de liefde die jullie tonen op social media. Morgen start de Afrika Cup. Inshallah beginnen we met mijn eerste overwinning. En dan verwacht ik jullie komende donderdag, dus de dag na de wedstrijd, terug voor een aflevering waar we met enkele experts gaan terugblikken op die eerste wedstrijd. Dank u, Shokran. Tot snel.